dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Temu shoplog voor jullie. En dit keer is het echt heel erg veel. Misschien herinner je deze video nog, die heb ik laatst ook opgenomen. En oh mijn god, letterlijk een paar dagen later kreeg ik een mail van Temu of ik met hem wilde samenwerken. Graag zelfs. Dus deze video is dan ook in samenwerking met Temu. Maar alsnog geef ik natuurlijk mijn eerlijke mening en ben ik gewoon heel erg benieuwd hoe de items staan. Ik heb kleding items besteld, ik heb home decoratie besteld, ik heb make-up dingen besteld. We gaan het gewoon allemaal meemaken. Ik heb van alles besteld. Dus ben jij benieuwd wat ik heb besteld? En ben jij benieuwd naar mijn kortingscode voor jullie? Want die is echt heel erg groot en veel. Blijf dan zeker kijken naar deze video. Ik wil je vragen om een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me echt ontzettend blij mee. Want elke zondag om 10 uur 's ochtends komt er een nieuwe video online elke week. Ik heb dus een kortingscode voor jullie. Met deze kortingscode JOY8742 krijg je een couponbundel ter waarde van 100 euro. Wow. Staat in de beschrijving ook nog gelinkt. Ik zou ook even een linkje daar naartoe plaatsen. En ik zou, ja, weet je, ik zou gewoon die hele app downloaden als ik jou was. Het is zo chill. Mocht je Temu nog niet kennen, het is eigenlijk een soort Shein. Je hebt er alles. Kleding, maar ook home decoratie, verpakkingen, make-up. Echt van alles. Voor een goed prijsje. Zoals je hier kan zien, dit is de landingspagina van Temu. Zoveel soorten make-up en eigenlijk alles. Gewoon allerlei producten voor een super goed prijsje. Dus nogmaals, met deze kortingscode krijg je dus een 100 euro couponcode. Ik zal de linkjes van alle items die ik laat zien in de beschrijving zetten. En laten we gewoon snel beginnen met deze shoplog. Ik ga gewoon beginnen met het allereerste wat ik zie. En dat is deze zak. Nee, eigenlijk wil ik met iets anders beginnen. Er zit iets bij. Ja, dat is om te gillen. Ik ga het gewoon pakken. Dit is niet normaal. Dit is zo leuk, zo floor. Dit kaartje ga ik wel afknippen, maar even. Hoe leuk is deze kussen, jongens? Het is dus echt een teddystofje, heel erg zacht. Zacht, een paddenstoelkussen. Het is geweldig. Het staat zo leuk in mijn kamer ook. Ik heb gekozen voor de beige met witte stippen. Je hebt ook een donkere variant, een beetje zoals daar op de achtergrond. Dus echt allerlei soorten bruin kleuren. Deze kussen is geweldig. Hij is ook echt lekker poefy en dik. Heel zacht en ja, ik vind het leuk om gewoon zo neer te zetten aan de voorkant van mijn bed. Maar dit is echt heel schattig en geweldig en leuk voor herfst. Ik wil gewoon elk seizoen een kussen, een bijpassende seizoenskussen. En nu heb ik gewoon een paddenstoel. Superleuk. De achterkant ziet er zo uit. Het is gewoon een beetje linnen. En de voorkant is dus super zacht. Nou, hier moest ik gewoon echt even mee beginnen. Maar deze kussen is 10,99 euro. Oké, nu ga ik wel naar deze zak. Het volgende item is een tas. En die zit ook weer in een soort dustbag. Maar dit is de tas. Ik vind hem echt heel erg mooi. Het is een beige tas met gouden details. En een beetje zo'n ovale, niet rechte lijn. Hoe noem je dat? Oh, ik weet het even niet. Kijk, dit is hem. Zo mooi. En dan zit hij gewoon met een magneetsluiting. Of wel druk lopen, maar die sluiten heel makkelijk. Zit hij vast. En dan heb je aan de binnenkant nog zo'n... wat kom ik niet uit mijn woorden. Een band. Een hengsel. Binnen is hij ook gewoon een beetje grijzig. En je hebt hier ook nog een vakje waar je bijvoorbeeld je portemonnee of iets in kan doen. Ziet er echt goed uit. En je kan deze tas dus ook nog eens dicht doen. Met een rit, zodat hij gewoon goed dicht zit. Hoe leuk is deze tas? Ik ben er weg van. Tadaa! Oh, dit vind ik helemaal leuk. En je kan hem zelf nog verstellen, want je kan hem hier gewoon net zoals een riem gewoon in het gaatje doen waar jij hem wil. Dus je kan hem nog hoger doen of lager. Maar ik vind dit wel een hele goede lengte. Hele leuke tas. Deze tas kost €17,99. Nou, en dan dus het tasje. Nou ja, tasje, daar ben ik gewoon echt weg van. Vind ik zo leuk. Staat ook heel leuk bij dit outfitje. En dan gaat gewoon heel makkelijk open en dicht. Dus top. Het volgende item is weer een soort tas. Maar dan een tas voor mijn make-up. Het is zo'n make-up tas. En ik zag dit zo vaak voorbij komen op TikTok. Het is beige. Hè? En als je dit ziet denk je, huh? Maar kijk, het is echt mega huge. Het is niet normaal. Als je hem open doet dan rekt dit nog helemaal mee. Dus er kan hier zo ontzettend veel in. En dan heb je hier nog een rits, ook met gouden details. En dan doe je hem dicht. En dan is dit hem. Maar er kan hier echt zoveel in. Ik zag dit de hele tijd op TikTok voorbij komen en ik wilde dit hebben.
Bestaat op Rose of No Man's Land. Geen idee wat ik daarvan vind, maar goed. De tas van binnen heeft hier ook nog een split. Dus dan wordt het mooi gescheiden. En je hebt hier ook nog gewoon vakjes waar je ook nog dingen in kan doen. Bijvoorbeeld je beauty blender of zo. En hier dan bijvoorbeeld nog kwastjes. Dus ja, ik ga hem zo even indelen. En dan gaan we het meemaken. Oh, deze scheidingswand heeft ook nog een rits. En daar kun je ook nog dingen in doen. Kijk nou. Deze kost €8,50. Ideaal voor vakantie. Volgende item is een fashion item. Hier ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Dit is een sweater dress met een col. Niet heel dik, gewoon prima. Het gaat niet kietelen. Het is echt zo'n lekker zacht stofje. Ik denk dat je het wel kan zien. Nou, het is dus een sweater dress. Aan de ene kant ben ik een beetje bang dat hij te kort is voor mij. Dat gaan we in de aanbeelden zien. Deze jurk dus helemaal blij mee. En dit vind ik gewoon leuk. Een zwarte basic dress. En dan met een blazer bijvoorbeeld eroverheen. Qua materiaal voelt hij lekker aan. Ook wel prima dikte. Niet heel dik, maar ook niet zo warm dat je helemaal opvliegers krijgt. Dus dat is deze. Deze kost €18,99 en heb ik in een maatje M. Nou, dit is wel een beetje waar ik bang voor was. Veel te kort. Maar zo zit hij dan wel weer leuk. En dan met hoge zwarte laarsjes eronder. Dit is zo'n broekje. Maar ja, het is eigenlijk dus gewoon te kort voor een jurk. Tenminste voor mij. Ik ben 1,69. Hij valt er wel net overheen. Maar ja, ik moet dan niet mijn armen omhoog doen. Dus dat is jammer. Eigenlijk moet ik het gewoon dragen als een soort trui of zo. Maar verder zit hij wel lekker. Maar dan is het eigenlijk in principe hetzelfde als die andere zwarte trui die ik heb. Dus ja, wel jammer dat het niet als een sweater dress is. Nou ja, bij mij aankan. Volgende item is een broek. En ik zat in mijn kledingkast te kijken. En toen dacht ik, ik heb wel een paar spijkerbroeken. Zoals jullie weten ben ik niet heel erg fan van heel veel spijkerbroeken, zeg maar. Ik draag het niet zo snel. Maar gewoon een basic wijde spijkerbroek heb ik niet. En toen zag ik deze. En toen dacht ik, oh, die vind ik wel mooi. Dit is hem. Echt super simpel. Heel erg benieuwd hoe die staat. Maar het is dus echt zo'n wijde spijkerbroek, letterlijk. Ik moet zeggen dat ik de kleur wat minder vind. Het is echt zo'n saaie kleur. Qua wassing. Maar ja, we gaan het meemaken. Misschien zit hij wel heel erg lekker. De details zijn zilver. Heeft ook een rits en een knoop. Zakken. Dus ja, deze broek. En qua materiaal, zeg maar qua kwaliteit, voelt hij wel heel goed aan. Prima, dikte. Deze heb ik in een maatje M en kost €20,50. Oh, ik ben echt zo blij met deze broek. Deze broek zit onwijs lekker. Het is echt niet normaal. Qua lengte is die echt top. Gewoon een mooie straight leg jeans. Hier zit die heel lekker. Wel lekker high waist. Daar hou ik wel van. En het zit ook nog gewoon ruimte over. Sluit echt prachtig aan. Ik vind deze broek echt super. Super leuk. Helemaal blij mee en hij zit echt onwijs lekker. Mocht je me al wat langer volgen, dan weet je dat ik deze rok al in het zwart met wit heb. In het bruin met wit. Maar ook in het groen met wit. Of nou ja, ik noem het wit, maar eigenlijk is het gewoon een soort off-white kleur. Ik moet zeggen, deze is wel echt een beetje gelig. Ik krijg hier altijd complimenten over als ik hem aan heb. Maar deze rok zit zo lekker. En ik zag hem dus nu ook met groene vlekken. En ik dacht, ja leuk in de herfst of in de winter met een groene bijpassende trui erboven. Leuk setje, dus ik kon het niet laten toen ik deze ook in het groen zag. Ik moet zeggen, hij is dus in het echt niet... die andere die ik heb, zijn echt wit. Dus dit is dan wit. Maar het is wel echt geel. Ik weet niet of je dat ziet, maar het is echt geel-geel. Dus ik weet niet wat ik daarvan vind, maar ik moet het even aanzien. Deze kost €10,49 en heb je dus in allerlei verschillende kleuren. Dus echt een aanrader. En dan dus de rok. En van deze rok weet ik gewoon dat ik hem mooi vind, dat ik hem pas. Maar nu dus in het groen. Hij zit gewoon echt onwijs lekker. Super veel stretch. De onderkant is ook gewoon goed qua lengte en zo. En dan leuke zwarte trui erboven, zwarte laarsjes eronder. Nou, en je bent klaar. Dus ja, dat is deze rok. Volgende item is nog een rok. En ik heb de laatste tijd echt iets met rokken. Ik vind het gewoon zo fijn zitten. Leuke trui erboven. Hakjes eronder of gewoon stoere gimpen en je bent helemaal klaar. Maar deze voelt lekker zacht. Ik heb denk ik nog nooit zo'n zachte rok gevoeld. Dit is echt een hele lekkere stof. Hij schijnt wel door, dat kan ik nu al zien. Maar ja, je doet er gewoon zo'n fietsbroekje onder. Zo'n beige kleurige of een zwarte en het schijnt al niet meer door. Maar dit is dus de rok. Het is donkergrijs en hij heeft ook een split. Je gaat het met de aanbeelden vast wat beter zien. Maar hij ziet er zo op het oog super mooi uit.
denk dat hij ook heel mooi aansluit. Heeft ook een band, dus hij rekt wel lekker mee. Ik vind de stof in ieder geval echt heerlijk. Dit is echt niet normaal. En het is dus ook gestreept. Maar ja, zoals ik al zei, ik vind het gewoon leuk om te combineren met een lekkere grote trui erboven. Deze heb ik in een maatje S en die kost €10,79. Dan deze grijze rok. Die zit ook echt zo lekker. Het is echt niet normaal. Zo'n lekker zacht stofje. Hij schijnt dus wel een beetje door, dus je moet er wel een zwarte of een andere kleur broekje onder doen. Zodat je dat niet ziet. Maar hij zit echt heel erg lekker. Hij zit ook wat hoger. Heel lekker stretch. Dus ja, ik vind deze heel leuk. Witte gimp eronder en je bent klaar. Het volgende item is denk ik het make-up item. En daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Want het blijkt dus, ik zag dat op TikTok, dat er echt allemaal dupes en zo op Temu te koop zijn. Ook van Charlotte Tilbury en zo. Die cream, bronzer en highlighter, die heb je daar dus als dupe te koop. Maar ja, ik ben niet echt zo'n beauty blogger, dus dan moet je dat maar even opzoeken op TikTok of zo. Maar je hebt daar echt van alles. Ik heb een schaar nodig. Dit is het oogschaduwpaletje. Oh, wat ziet die er mooi uit. Blooming Your Own Beauty van Dikalu. Zo ziet de verpakking eruit. Het is echt zo'n wollen trui op de achtergrond zoals je ziet. En het merkje zie je hier ook op. Ik ga hem eruit halen. En dan is altijd nog maar de vraag hoe de pigmentatie is. Wauw, dit ziet er echt heel mooi uit. Dit is een paletje. Echt een vloerpalet. Ik hou echt van die bruine nude tinten. Met glitters ook. Kijk nou. Oké, ik ga er gewoon een paar swatchen. Oké, welke zou jij kiezen? Ik ga nu voor die. Holy moly. Wow, zo mooi. Gelijk een test of het makkelijk weggaat. Het valt wel lekker makkelijk te blenden, zoals je kan zien. Ik heb gewoon micellair water. Nou, volgens mij is het af. Nog een paar glitters, maar het is het af. Mooi. Prachtig palet. Voor in de herfst, voor in de winter, met kerst. Hier ben ik echt weg van. Oh, ik vind die champagne kleur, die gouden, die roze. Zo mooi. Deze kost maar €2,99. Besef. En zag die kwaliteit van die swatches. Die pigment. Oh, deze valt me tegen. Oh, ja, misschien moet ik het gewoon even strijken, want dit ziet er niet uit. Oh nee, hier ben ik echt niet weg van. Nee. Nee, dit is hem niet. Die kleur niet. Het is net mijn huidskleur. Wel een lekkere band, maar dit is dus zo'n zo'n losse broek. En die had je in allerlei kleuren, maar ik dacht, oh leuk, een beetje beige, linnen vibe. Het is ook echt zo'n linnen stofje. Maar nee, zelfs het kaartje op de achterkant, ja, die schijnt al door. Ik weet niet of je dat ziet, maar oh nee, dit vind ik helemaal niks. Ook niet als ik hem strijk. Maar goed, misschien is het wel jouw ding. Ik vind dit helemaal niks. Het is zo dun. Nee. Oh, nee. Nee. Deze heb ik in een maatje M en die kost €12,50. Heel benieuwd naar de aanbeelden. Dan dus de broek. En die zit echt niet mooi. Nee. Kijk nou. Het schijnt ten eerste heel erg door. Ik heb er nu gewoon een zwart ondergoed onder. Hij is veel te kort, zoals je kan zien. Het zit hier super strak. Maar nou, dit is gewoon geen poren. Nee, deze doe ik gewoon uit. Het volgende item is precies hetzelfde item als die donkergrijze rok. Maar dan in het groen. Ik vind de laatste tijd dit kleurtje zo leuk. En dit stofje, ja, deze moet je echt halen. Als die ook zo leuk staat. Maar dit stofje is niet normaal lekker. Dit is echt heel erg lekker. Ik vind deze rok super mooi. Dus ja, precies dezelfde rok dus als die grijze, maar dan in het groen. Ook een lekkere band, die stretcht en een split. Heel leuk. Zwarte trui erboven, zwarte laarsjes. Klaar. En deze kost €9. Dan de rok. En die zit echt heel erg leuk. Ik vind het ook heel leuk zo met een zwarte trui erboven. En hij zit ook zo lekker. Het is echt onwijs lekker zacht. Er zit dus een mooi split in. Hoe leuk om dit dan zo te combineren met zwarte laarsjes eronder. Dus ik vind deze echt heel erg leuk. Goed, dan hebben we nog een item. En ik hoop zo dat deze staat en past. Ik vind deze heel erg mooi. Ik ben dus de laatste tijd echt wel naar maat M gegaan. Dus bijna al mijn broeken moesten weg. Want het waren een S en het geeft niet. Maar ik had dus ook zo'n hele mooie bruine chocolade pantalon. Maar die zat zo strak. Dus het was tijd voor een nieuwe. En nu heb ik een nieuwe. Dus ik hoop dat die qua lengte ook echt goed zit. Ik moet zeggen dat ik de lengte van dit soort webshops altijd net wat korter vind vallen. Maar ja, we gaan het zien. Misschien ook wel niet. Maar dit is de pantalon.
Ziet er echt heel erg mooi uit. Zit aan de bovenkant ook weer een soort band. Dus hij stretcht lekker mee. Je kan er nog een riem doorheen halen. De knoop is zwart. Dus dat vind ik ook wel heel chic. Moet hem even strijken, maar hij ziet er echt mooi uit. En dit kleurtje vind ik prachtig. Dit is de achterkant. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik hoop dat hij mooi past. En deze kost €15,50. Dan de broek. En de broek zit helaas ook niet goed. Zo van boven denk je, oh, nou, op zich een prima leuke broek. Maar hij is veel en veel te kort. Moet je nagaan als ik er schoenen onderaan heb. Dus ja, dat is wel echt heel jammer. Want ik had zo erg gehoopt dat deze dus zo leuk zou staan. Maar verder zit hij wel goed eigenlijk. Maar het is gewoon eigenlijk vooral de onderkant. Die gewoon echt veel te kort is. Maar hij sluit verder echt heel mooi aan. En hij zit ook echt heel erg lekker. Dan komen we alweer aan bij het allerlaatste product. En dat is eigenlijk iets heel basics. Maar wel iets wat ik graag nog wilde. Namelijk gewoon een basic zwarte trui. En dit is precies dezelfde als die sweater dress, maar dan dus in een trui. Dus dezelfde hoogte qua nek. Ik vind dat gewoon heel erg mooi. Gebreid. Sluit aan de onderkant ook alweer smal aan. Dus het is niet dat hij wijd doorloopt. En qua stof, het voelt echt heel lekker zacht. Niet kriebelig. Gewoon heel zacht, lekker stofje. Het is gewoon een toptrui, denk ik. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. En mooie basic. En deze kost €18,47. Dan de zwarte trui. Die zit echt perfect. Heel erg lekker. Hij is dus wel iets aan de korte kant. Even kijken. Zo, nou eigenlijk valt het ook wel mee. Maar ik vind hem echt heel erg lekker zitten. De mouwen zijn gewoon goed qua lengte. De kool is goed. Het is gewoon een perfecte zwarte trui. Dus dat was eigenlijk alweer alles van Temu. Het was ontzettend veel. Ik heb het dus ook allemaal gepast. Jullie hebben kunnen zien hoe het staat. Ik moet het nu nog zo passen. Dus ik hoop dat het gewoon goed zit. Dus ja, ik ben er gewoon ontzettend blij mee. Het ziet er echt zo mooi uit allemaal. En die tas vind ik ook waanzinnig. Vergeet dus niet deze kortingscode te gebruiken voor een couponcode ter waarde van €100. Ik zou dus alle linkjes in de beschrijving zetten. Naar de items, zodat je ze ook kan bestellen. Of als je even benieuwd bent hoe het eruit ziet op de website, kun je dat dus checken. Dus ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wil Temu heel erg bedanken voor het, ja, voor de samenwerking. Helemaal leuk. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en een duimpje omhoog te doen. En dan gaan we, nee, dan gaan we helemaal niks. Dan gaan we de video afsluiten. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie weer tot een volgende video. Doei doei!